Kat, hoe heb jij de avond beleefd? In stress. Ja. Het was ook wel een moeilijke taak. We moesten openen en afsluiten. En dat zijn meestal twee dingen. Normaal heb je één van de twee en dat is al kut. En nu hadden we ze alle twee, dus dat was moeilijk. Maar ik vind wel, ik heb keihard genoten van de dansen. En ik heb mij super hard ingeleefd, dus ik heb hem wel leuk beleefd de avond. Hoe hoog was het stressniveau op 10? 11? Ja, het was stressie, ja. Het was echt stressie, ja. Uiteindelijk wel elke week, hè. Maar nu toch nog iets meer, denk ik. Naar de finale toe, dat was gewoon de stress, denk ik. Van, oh, wat gaat gebeuren? Ja. Ga je er deze week iets mee kunnen doen, denk je? Ja, we gaan nog harder werken. Ik vind dat ergens wel leuk. Want nu weet ik dat ik extra gemotiveerd ben om zo die finale vol te gaan. Je kunt ook niks meer verliezen. Hè. De finale is de finale, daarna is het gedaan. Dus je kunt maar beter gewoon je vol smijten. En dat ga ik nu wel echt doen. Ik sprak vanavond nog een journalist en die zei Kat Kerkhofs is gewoon de dancing queen van België. Echt? Wie was dat? Je vindt haar nummer eens. Ik zal ze eens iets tracteren. Nee, dat weet ik niet. Ik vind het gewoon kei leuk om te dansen. Ik denk dat je dat gewoon ziet, dat ik het heel leuk vind om te dansen. En vooral, ik embrace elke stijl. Ik vind elke stijl leuk om te dansen. En ik moet nog steeds een stijl vinden die ik niet leuk vind. En dat is nog niet gebeurd. Dus dat is het wel, ja. Volgende week, of deze week, mag het publiek kiezen welke dans jullie volgende week opnieuw gaan doen. Welke dans zou jij graag opnieuw doen? Ja, daar hebben we geen twijfel over, zeg het maar. Het liefste, een van onze gezamenlijke favorieten is de Argentijnse tango. Die vinden wij heel mooi. Maar wat ik ook mooi vind, is de Engelse wals. Ja. Dat vind ik ook mooi. Maar ik wil toch de tango, want ik wil hem nu ook eens dansen als mijn schoen wel vast is. Oh ja. Dat zou wel eens leuk zijn. Ja. Dus als mensen mij eens willen een tango zien dansen met een vaste schoen, dan zou ik op die stemmen. Ja, je gebruikt je middelen wel om promo te voeren. Ja, het is hier een populariteitswedstrijd. Ja. Maar nee, maar elke dans is leuk. Maar de tango is wel zo een van mijn favorietjes. Ja. Hoe heb jij Kat de afgelopen maanden zien evolueren? Dat is eigenlijk niet normaal. Wij kijken soms samen terug naar video's van echt zo die eerste week. Je moet heel hard lachen. En dan moet je, als je nu trekt, heel hard lachen. Want ze is zoveel verbeterd, technisch. Ze maakt draadjes, staat op haar voeten, ze beweegt, ze leeft zich in. Dat is niet meer te vergelijken. Dat is niet meer te vergelijken. Ik had volgende week de finale. Jij gaat waarschijnlijk winnen, maar gaat het met of zonder Dries in de studio zijn? Zonder, die heeft helaas de dag erna match, dus die moet op hotel. Dus het zal on my own zijn met Nick. Ik vind dat helemaal oké, ik ben heel blij, want ik heb eigenlijk alleen maar voor de finale nu echt even Nick nodig. Dus dat gaan we gewoon met ons twee doen. Oh, Dries is even van geen tel. Jawel, maar ja, ik bedoel, het is met hem dat ik dans, hè. Dus wij gaan dat samen heel hard van genieten. En hoe hard wordt er gerepeteerd deze week? Nou, we zitten al aan 7 uur per dag, dus het zal nu 8-9 uur worden. Ik denk dat het 8-9 uur per dag gaat worden, ja. Laatste week, hè, dus het maakt niet uit. Al doen we 24 uur, we gaan die laatste week knallen. Sterkte, Kat. Dank je wel.